Hey mensen van de ProGamer, Thomas ben 9. Leuk dat jullie weer naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer GTA 4 voor jullie. En ja, ik moet jullie wat vertellen. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen vorige missie. Kijk, kan ik die radio misschien uitzetten? Ja, oké, laat dat dan maar zitten. Ik heb nu dus de keus om even kijken, Dwayne of Playboy te vermoorden. Nou, ik kies op Playboy omdat ik Dwayne. Ja, ik heb toch een beetje medelijden met hem van de vorige aflevering. Dus ja, we gaan dat nu doen. Oké, we gaan wel even een beetje wat zwaarder geschut nemen. Oké, let's go. Ew, Playboy X! Yo, Whitey's back! Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Ik heb niet zoveel geld, dus ik hoop dat ik het overleef. Ik moest eigenlijk nog even wat eten gaan kopen. Nou ja, dan doen we het maar even safe. Oké, die twee zijn dood. I thought you was money. You a low rate bitch. It was you or Dwayne. I chose Dwayne. Oké. Probeer maar niet te ontsnappen, bitch. Want jij bent dood. En mijn wapen in het geschut gaan we vermoorden, mensen. Oké, go, go, go. You could have been someone, Nico! You shouldn't have asked me to kill Dwayne, Playboy! Ice this punk! Stay down! Oh ja, yeah, de eerste missie is al gedaan. Mooi. Oh, hij teleporteert ook meteen weg. Nou, oké. Okay. Dan moeten we maar wachten op de nieuwe missie. Ondertussen neem ik dit autootje even mee. Oh, daar zit helemaal niemand in. Lol. Ja, dat hebben we snel afgehandeld weer. Even kijken, let me see. Nou, laten we dan eerst maar even een burgertje eten. Want ik heb wel trek in een hamburgertje. Dus dat ziet mijn held er ook naar uit. Oké, geen hardroep. We doen even Fashion FM. Oh, Becky belt om. I'll give her a call, man, but I don't think she'll want to see me. Trust me, she will. Call her, man. Or the wrong house. Why on earth should you accept the wrong child? Visit you. Oh lol, nu kan ik Playboy's huis als huis gebruiken, mijn eigen huis. Oké. Ja, oké, deze keer geeft u die 1 euro wel snel, want in andere afleveringen gaf u die euro echt. Echt, soms deed hij er iets van 10 seconden over. Dan kan je zien dat Nico gierig is. Hij heeft ook 78.000 euro op zijn bankrekening staan. Is niet niks.
En hij geeft bijna dan te heel veel van haar aan uit. Hij heeft een mooi pakje van het geld gekocht wat hij heeft gekregen van deze criminaliteiten, maar voor de rest ook niet echt heel erg veel hoor. Een paar kogeltjes, maar ja, dat krijg je nu onderhand eigenlijk al uit alle missies. Oké, we gaan meteen naar de volgende missie van PM. Van Peggy ofzo. We moesten met Peggy gaan daten. Waarschijnlijk gaat er wel iets gebeuren, want anders zouden we deze game niet spelen. En anders zou de game ook heel saai zijn. En we zitten weer in een luxe auto, want deze heeft een navigatiesysteem. Raakt zo goed, ja. 4 messages, oké. Okay. Doe dit niet na in het thuis. Oh. Oké, okay, dat doen we een andere keer. Kijk, dat krijg je dus als je niet oplet. Terwijl je aan het autorijden bent. Oké, okay, wat de hel. Mocht je dit willen lezen, zet het hier even op pauze. Ik ga ook gewoon even door mijn berichtjes heen. That is Liberty 3, story about us and trade set, fish market. Oké, dit staat weer helemaal nergens op. Nou, we hebben alles weer doorgelezen, helemaal mooi. Kan ik gewoon niet al geld betalen. Zo, we doen nu wel even weer legit. Dus toch nog even mijn berichtjes doorlezen. Dan gaan we nu ondertussen naar de tweede missie toe rijden. Met Nico Bellic. De Rus uit de Red Army. Oké, we hebben dus weer een nieuwe missie. We gaan eerst deze doen. Want deze komt dan wel in de volgende aflevering. Dit is trouwens de tweede aflevering die ik vandaag opneem. De laatste tijd zijn er wat minder video's online gekomen de afgelopen week. Dus voor de mensen die zich afvragen waarom, dat komt omdat ik even bezig was om te leren met school en zo. Moet ook gebeuren. Oké, we zijn er weer. Nou, ik ben benieuwd hoe deze date eruit gaat zien. Ik zou het zelf eerlijk gezegd niet weten. Twee Leaf Clover heet hij. There he is, Nico Bellic. Nico, these are my two brothers. Well, two of my brothers. The two that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister? That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother, Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't wow. Screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. Oeh. Dat noem je echt een uitsmijter.
Zie hem Sip kijken dan. Wat er nou? Ik zag een fik. Ik zag dat hij iets in brand stond. We're heading to the Southern Algonquin branch of the Bank of Liberty. Nico, you're the designated driver. Ah, weer zo'n rotmissie. Vorige keer ging het ook al helemaal niet lekker. Nou ja, we nemen wel weer even zo'n mooi autootje. Deze vind ik ook... Oh nee, dat is weer zo'n gepimpte. Ja, we gaan ook niet in een oldtimer rijden. Ik denk dat dit dan nog het beste is. Zo. Ik wil even een kogeltje uit zijn hoofd pompen. Of, nou, niet uit zijn hoofd, door zijn hoofd. Let's do this. Weet je waarom? Omdat die taximensen echt heel eigenwijs zijn. Meestal rijden ze door, 9 van de 10 keer. Oké, okay, go to the bank. Wacht, hoeveel procent van de game hebben we nu eigenlijk gedaan? Laat me dat even kijken. Wacht, die stats. Kijk, game progress, 33%. Oké. Okay. Alright, here's how the shit is going down. We're gonna go inside and each take down a security guard. Me and St. Michael here are gonna handle the civilians, while Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Well, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I slowed up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. Know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got three eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. Do we all know what we're doing? Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Okay, nou, dat hebben we nu ook weer helemaal aan moeten horen. Dikke broederruzie bijna hier. Omdat het E4 is op plaats C4 of zo. I don't know, maar ik vind het wel weer een mooi effect hebben met die brug zo. En wat we op die radio horen, dus what the fuck. Echt, de meest random dingen worden op deze radio hier in Liberty City gezegd. Hoor die stem dan ook, het klinkt gewoon als zo'n kinderstemmetje ofzo. Deze auto die gaat spikken straks. Wij moeten even een andere auto moeten we nemen. Oké, okay, heel even een andere auto. Oké, okay, deze auto. Ja. Oh, allemaal dikke akker 47. Zo, even wat duurde autootje. Die rare vrouw is ook gelukkig weg. Oké. Okay. Nou, we gaan de bank overvallen. Ik ben best wel nieuwsgierig hoe dit eruit gaat zien. Want deze missies zijn allemaal nieuw voor mij. Deze heb ik nog niet gespeeld. This is it, boys. Moment of truth. Oké, we zijn bij de bank. We zien het als een camerapositie. For playing hero, all you're gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it.
Get on the floor! Now! But, sir... You too! Okay, okay. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Wat gebeurt hier, man? Green dollars are too. Now you said Bloody Island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do. Shoving half a Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Okay, go, 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 go. Get the monies. Eyes on the floor, people! Oh, met 3 tassen vol komt hij naar buiten. I got all the money I could. There's still some in there though. We ain't got time to go back in. Let's move out, boys. 12 helikopters. Oh, deze missie wordt episch. Deze is de coolste missie tot nu toe. Oh, dikke epische vuurgevecht. Oké. Okay. Go, go, go. Wow. Reload even tussendoor. Ja, dat doen ze niet zo, maar. Come on, boys. Go, 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 go. Oh my god man, dit is gewoon too episch. Laat hem maar lekker schieten, joh.
fucking cops! Hey, kunnen we eens? Go, 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 blijf rennen, Thomas. Okay, go, 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 go. Run, run, run. They're after us, boys. Check the other platform. Oh, allemaal down. Keep running. Go, 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 go. Okay, okay. Get to street level. You're doing fucking great, boys. Let's get up these stairs. Kijk, ik ga weer als eerste omhoog. Wow, deze missie, man. Insane gewoon. Neither do I. Hold good. There's a lot of progress in the bank.
Wow. Ik wil blijven rijden, Thomas. Gewoon blijven gassen, dan raak ik die politie wel kwijt. Oké, als ik ze nu zou kwijt kunnen raken, zou heel erg nice zijn. Laten we het even proberen. Yes, ik ben ze kwijt. Oh, oh, zeg dat dan! Oké. Nice. Nou, ik ben de politie kwijt. We kunnen lekker rustig naar huis toe rijden. Die man daar, die werd echt in de lucht gelanceerd gewoon. Nou, dan kunnen we met top speed naar huis toe rijden. Zonder dat we last hebben van enkele politie. Onze auto zit wel vol met kogelgaten. Ach, maar ja, dat valt toch niet op. Dat is tegenwoordig de nieuwe hype, toch? Je auto vol met kogelgaten hebben. Dus nee, dat valt niet op. Al die andere auto's zijn gewoon losers. Want zij gaan niet mee met de hype. En wij zijn hierna gewoon rijk. Oh. Oh, zegt die slip. Ik ben echt benieuwd hoeveel monies ik hiervan krijg. Oké, we hebben hem gehaald, mensen. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Zo, met die tassen. Wow, 250.000 euro's. 20G, full exploring. Statie ontgrendeld. Oké, mensen van de Pro Gaming 2009, leuk dat jullie naar deze nieuwe video hebben gekeken. Dit was echt de coolste missie die ik tot nu toe heb gedaan. Maar ja, like en abonneer voor meer. Like doe natuurlijk op het blauwe duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Zou ik dat doen? Nou, deze keer ga ik niet schieten. Oké, doei!